De dag van morgen. Yes, we gaan sowieso napraten over een mededeling van Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken. Die heeft namelijk bevestiging gekregen van de NSA dat we inderdaad zijn bespioneerd. In de maand tijd zijn er 1,8 miljoen e-mailtjes, telefoontjes, allemaal afgeluisterd. Er is nu dus bevestiging, later meer in het RTL Nieuws. En morgen opent in Amsterdam een nieuw restaurant, een DNA-restaurant. Topkok Moshik Rot gaat dat restaurant gebruiken om DNA te verwerken. Hij gaat natuurlijk DNA verwerken. Dat zijn dan zogenaamde neuroboosters. En die moeten ervoor zorgen dat je een beter concentratievermogen hebt en een hoger energieniveau. Wacht even, Bram wil. Ik zie dat Bram het een heel goed idee vindt. Ja. Ga een beetje bewegen. Dat is een neurobooster. Ja, gewoon bewegen. Dit is onzin, dat geloof je hier niet in? Nee, tuurlijk niet. Maar hij is heel serieus, hè? Want hij heeft ook in een interview. Placebo-neuroboosters, die werken ook heel goed. Het werkt gewoon niet. Nou, als je erin gelooft, dan werkt het. Oké. Okay. Wel heel kort door de bocht komen, hè? Ja, wat zeg je? Nou, omdat sommige dingen genetisch bepaald. En dan maakt hij zo, ja, als je beter eet en als je veel beweegt. Maar, dat is niet altijd zo. Nee, natuurlijk niet. Maar de winst zit erin dat je eerst nadenkt over wat je zelf kan doen. En natuurlijk moet je op het moment dat je iets krijgt, moet je ingrijpen. Maar zo is de gezondheidszorg wel onbetaalbaar geworden. Omdat iedereen altijd maar alles wil laten testen. Nou, ik ben het er helemaal eens. Maar ik denk dat het niet minder om is om het, zeg maar, toch een keer laten testen. Nee, dat zeg ik ook niet. Ik zie hier een clash tussen Davis en de psychiater. Meneer Lukink, ga verder. Ja, morgen is er ook een bijzondere dag voor koning Willem-Alexander, want zijn muntjes, hè, waar hij zelf op staat, die worden gepresenteerd. Staatssecretaris Wekers gaat dat doen. En het is morgen Halloween in Amerika, vooral Engeland. Daar worden dan kinderen in een leuk pakje gehezen, of dieren bijvoorbeeld. En dan gaan ze langs de deuren om snoep op te halen. En ik, ja, schattig, hè? Ja. En ik heb dus even gevraagd op Facebook van welk liedje moet Karin nou straks zingen? Nou, er is een uitspraak. Het ging tussen Geef mij nu je angst of Kleine jongen. Klein onderzoekje hebben gedaan. Geef mij nu je angst. Oh, mooi. Dus geef mij nu je angst. Ik geef je terug gezond leven voor terug. Echt waar, Bram. Dank je. Ik ga bewegen. Is het een liedje? Ga je Geef mij nu je angst doen? Of, Het is wel mooi. Ik vind het mooi, prachtig. Hè? Maar Guus Meeuwis heeft het ook wel heel mooi gedaan. Oh ja, Guus Meeuwis. Dus ook daar moet je dan... Daar moet je over... Ik zie dat je een ander liedje gaat doen, Karin. Nee, maar ik ga het voorstellen. Ik vind hem helemaal gewoon gek. Minimaal één van de twee liedjes geeft mij nu je angst. En dan misschien pas ik het dan een beetje aan, zodat ik aansluit bij Bram met gezond leven. En met mijn telefoonfobie, een stukje prostaatkanker. En een klein beetje sano maar erin. Dat schrijf ik er dan wel in. En je vergeet RTL Late Night. En natuurlijk, ja. Dankjewel.